Hallo mensen van die NL Gaming Master. Ik heb 306 subs bereikt, heb ik net gezien. Heel erg bedankt daarvoor. Dit keer zit ik met Jelle. Hij zit in mijn clan op Black Ops 2. Hij gaat, ik ken hem het echt. Hij gaat met mij meedoen met YouTube kanaal. Het is een goede gozer. Hij is nu zelfs al bezig met zijn eerste edit van GTA 4. Ja. Nou, Jelle, stel je eigenlijk een beetje voor. Trouwens, we gaan een gameplay doen. Dan weet je lullen vast. Ik ben Jelle, ik ben 14 jaar oud. Ik ken Robin in het echt. En ja, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. En wat ga jij vooral ook voor games doen? GTA toch? En FIFA misschien? Ja. Welke FIFA heb je eigenlijk? 13. Oh, op de PC toch? Ja. Ja, daar ook. Kunnen we misschien ook een keer samen doen zelfs. Mensen, abonneer ook. Ik denk ook dat ik een beetje ga stoppen met Minecraft filmpjes. Ik vind Minecraft zijn nog best wel grappig, maar ja, de filmpjes zijn voor mij een beetje nutteloos aan het worden. Ik wil meer eigenlijk een beetje bezighouden met Black Ops 2 gameplays en Black Ops 2 gewoon en gewoon Black Ops edits en zo. Dat lijkt mij namelijk wel iets leuker. Ik denk dat jullie dat ook wel leuker vinden. Willen jullie gastrol? Geen probleem. Ik hou ervan om kleine YouTubers te helpen. Haken. Dan zeg ik dat ik zelf een kleine YouTuber ben. Nee, ik ga nu niet net zoals Milan doen. Dat is een beetje taboe. Nee, maar ik vind het ook gewoon leuk als mensen zeg maar meer subs krijgen, want die Tony AEPC die heeft er toch weer 3 bij gekregen omdat hij alleen even gastrolletje heeft gedaan. Ik lag een beetje in de game, een beetje heel erg. Kom hier! Ja, kutje, de jongens zijn bijna dood ook. Ah, lekker voor je, je verdient de loon. Denk je mij niet dat zorg wel dat jij gekild wordt? Ja, godverdomme, kom jij niet ervoor, Rijn? Mensen, weten jullie ook een ideaal programma om op te nemen met meteen facecam erin dat je niet hoeft te editen? Zeg het, want dan krijgen jullie facecam. We hebben wel goede scores. Ja, 2-2, what the fuck. Ik denk dat we daar gewoon eventjes weer tegen bots gaan doen. Ja. Op zich is dat wel grappig, wel eventjes tegen bots. Hé, ik hoef nu niet meer te lopen, dat doet het door de lek, komt dat vanzelf wel. Facecam of heb ik dat? Ja, godverdomme. Ik vind eigenlijk dat ze moeten vragen voordat ze je killen. Jezus. Ik kill hem toch ook niet zo, maar ja, ik ben misschien gewoon te goed, maar. Oké, sorry dat ik het niet mogen zeggen. Niet in het bijzijn van kleintjes. Mensen, like alsjeblieft. Bij 5 likes komt de facecam. Nou, eigenlijk bij geen likes ook, maar. Zo lijkt het tenminste nog net of jullie wat voor moeten doen, snap je? En suppen als je dat nog niet gedaan hebt. En iemand anders die we kennen, Freek de Groot. Die gaat de Cinnamon Challenge doen. Bij de 350 subs. Ja, ik zei eigenlijk bij de 250, maar daar hebben we. Dat zei ik gisteren, want gisteren hadden we er iets van 180 gisteravond. Zei ik, als we 250 subs hebben, dan gaan we Cinnamon Challenge doen. Gaan we maandag opnemen, dat is morgen, want het is vandaag zondag. Ja. Maar ja, dan hebben we de volgende dag meteen 300 nog van subs. Ja. Dan gaat het een beetje moeilijk. En we konden vandaag niet opnemen, want we hadden allemaal hadden we wel weer iets. En ik ging alweer dood. En Jelle loopt maar alleen een beetje mee uit. Maar ja. Ja, Jelle gaat ook een de Coke Challenge doen. De Coke and Mint Challenge of zo heet die. En dan stopt hij allemaal de pepermunt in zijn mint zeg maar in zijn bek. En dan gaat hij cola drinken en dan spuit hij dadelijk zijn mond uit. En wat doe jij? Ja, ik doe gewoon helemaal niks.
Kut, ik kan die Guardian net niet kapot schieten. Ik ben wel door die wolk heen. Kut, er staat nog een tweede, ja. Teringleiers. Ga godverdomme eerst vragen voor je iemand kilt. Oele wapper. Mensen, zet in de beschrijving als je Jelle erbij wilt. In de beschrijving? Ja, in de comments. Ja. Wat dan? Op zijn minst nog wel op zijn Engels. Comments. je lacht ook echt alleen maar, hè? Je zegt geen ene bal, maar lacht iedereen uit die uit kan lachen. Petje. Ja, ik zeg Petje. Grof woord, hè? Ja, man. Godverdomme. Ja. Ninja catfood. Nou, ik zal jou eens eventjes een ninja laten horen. Ik zal je catfood geven. Pitjes. Wil je een gastrol, stuur een mailtje naar dnlgamingmaster@gmail.com. Niet punt poe. Punt poe? Punt poe. Wat is dat nou weer? Oh. Weet je niet wat poe betekent? Nee. P-O-O-H. Poep. In het Engels. Weet je dat nou echt niet? Ik zit ook maar op HAVO. Je bent dus toch al afgestudeerd? Op mijn 14e. Daar is een keer iemand op zijn 13e al afgestudeerd. Ja, dat was ik stiekem. Stiekem wel, hè? Zag je dat niet? Jawel. Die was net zo lelijk als jij. Nee, dat was ik het niet. Takje, bitch. Het was mij. Oh, ik kijk net op mijn timer. Ik zie dat ik 307 subs heb. Waarom doe ik het toch altijd zo slecht als ik aan het filmen ben? En zo doe je het altijd hoor. Nee. Ik sta altijd eerst te pik. Kom, we gaan even tegen bots. Dan hebben ze tenminste nog wat. Ja. Kunnen ze tenminste nog iets zien dat we winnen. Oh, gisteren ging ik opnemen tegen bots. Ja, daar heb ik wel meteen verwijderd. Want ik speel tegen bots, maar ik kon nog niets van die bots meer winnen. Ik stond iets van 13 op 19 of zo op een gegeven moment. Ah, doe gewoon een half uur. Ik moet even mijn class veranderen. Ok man, ok. Je kunt 17 dingen, hè? 17? 17 selections. Nou, doe maar. Ja, hoe is dat? Ik mag ook nog even of niet. Beetje. Ik dacht, ik moet opschieten, maar.
Stoer. Je bent echt stoer. Weet Te ik. stoer zelfs. Ik zie net dat we 308 abonnees hebben. Het wordt met een minuut 1 erbij. Nee. Niet zo Niet. snel. Niet zo snel, jonge dame. Ben ik nou ineens een vrouw? Ik zeg niks meer. Oh, weet je wat er net gebeurd was, Jelle? Nee. Ik ook niet. Kut, ik heb de bots niet ingesteld. Dus. Oh, wil je 1 tegen 1 fighten? Nou, kom maar op dan, pikje. Ik pak sniper en een M16A1 of zo. Nee, M12E6 of zo. Hoe, ik pas nog maar net door de bus heen. Ik heb te veel friet gegeten. Hé, hey, ga je pikjes campen of zo? Of gaan we verstoppertje spelen of zo? Ja. Oh. Oh, die was nice. Ik wist helemaal niet waar je was, hè. Ik schoof maar gewoon. Ik moet toegeven dat dat lucky was. Ik had je nog helemaal niet gezien, dus ik ga gewoon in één keer met sniper schieten meteen raak. Grapje, ik heb mijn hand op één botstand ingesteld. Oké. Ja, ik heb je lang gezien. Headshot. Lol. Oh. Nee! Ik meen nu met de kutauto. You're gonna wake my door. Pak jij nou maar geen sniper, hè? Dan verlies je al helemaal. Want met sniper zie ik jou nog helemaal verliezen, man. Ik ga jouw sniper oppakken. Oh ja. Hé, hey, vieze 9, hè? Gaat hij een beetje die scope eraf halen? Gaat hij echt op lachen? Echt grappig als je neergeschoten wordt, man. Ik lach mij gerot. Ja, wat wil je erop zeggen? Ik ga even mijn kles veranderen. Ja, slim idee. Ik snap echt niet wat je probeert uit te halen, man. Ik ook niet. Ja, ik was even mijn wapens aan het klooien, dat telt niet. Nou, eigenlijk telt hij wel. Maar. Ik vind gewoon dat hij niet telt. Gaat hij toch weer een sniper pakken, hè? En waarom niet? Omdat hij mee verliest. Oh, ik zie het. Ja, je ziet het, ik had het je al lang kunnen vertellen. Oké. Okay. Durf te gaan campen in een huis of zo. Ja, ik wist dat jij er stond, want dat had ik gewoon echt nog niet gezien. Maar ik hoorde je schieten, dus ik wou wegrennen. Oké, leuke smoesjes, Robin, leuke smoesjes. Kom je op! Je hebt cheats of zo. Je hebt een MK48A kog. Gewoon sprayen! Ooit gehoord van sprayen? Ja, in game wel, maar had je het nou over cheats? Ja, had jij die gebruikt? Nee. Kut. Zal ik mijn inbothand weer even aanzetten?
Zo. Hey, Fikkelhoorn, waar ben jij? Godverdomme, gaat hij liggen terwijl... Dan schiet ik... Oh nee, je ging staan. Ik schoot net langs jou op, zeg maar. Hé, hey, je ligt in hoofd. Wie? Nu ben ik bang voor jou. Hij staat nog wel voor. Ja, nog dik. Is maar wat je dik noemt. Gaat hij weer met sluipen lopen, hè? Wil je dat alsjeblieft niet doen? Want dan schraap ik mijn eigen gewoon dood voor de YouTubers. En voor de niet-YouTubers en voor eigenlijk gewoon voor iedereen die dit kijkt. Oh, jij wil Call of Duty spelen? Kut, ik wil wegrennen en dan slank je op en dan jouw keihard neerpoepen. Ik weet gewoon dat jij me dadelijk weer in één keer neerschiet, want jij bent gewoon zo'n vieze naaibal. Als je dat gezien hebt, dan ben ik eraan. Maar dat heb je dus niet gezien. Kom eens een beetje in actie, jij. Ja, ik zoek jou. Fikkelhoorn. Oh, ik dacht dat je aan de andere kant liep. Ik liep achter jou aan. Maar die C4 die lag er al zeker 5 minuten. Wow. Die vond ik me echt geniaal. Lag het dicht bij jouw C4? Nee, hè? Nee. Ga mijn wapen niet oppakken, man. Beetje. Nu ben je echt op je neus. Hoe kan dat nou weer? Skills. Stuk pijlen. Wil je met RPG? Nou, dat kan hoor. RPG tegen RPG, kom maar op, motherfucker. Oh nee. Beetje.
Nou, waar ben je nu weer aan het campen? Oei. Is de ronde bijna afgelopen of? Nee, die duurt nog wel heel lang. Ik wil een mooie last kill hebben. Dit is een mooie last kill. Dat is gewoon geluk. Nee, dat was gewoon mooi. In de lucht en dan. Eigenlijk was het zo'n dikke zelfmoord of zo. Oké, mensen, dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer.